zegen. Ja, geweldig. Echt, was super gespannen, maar het was een goed, hard gevecht. En de uitkomst is fantastisch. Het was nog niet zo makkelijk, hè? Nee. Ze was een goede knokker. Echt, ze ging ook gewoon echt vol voor. En, maar dat moet ook. En dat was heel fijn, ja. Maar wanneer voelde je dan wel van, ik heb hem binnen? Nou, ik wist dat mijn rondes wel naar me toe trok. Omdat ik gewoon de low kicks maakte ik gewoon goed. En ze zat erop. En ik merkte daarna ronde 3 dat ze bij zo echt wel wat moe aan het beginnen was. Dus ik ben gewoon super blij. En ik kom niet uit mijn woorden. Maar ja, toen wist ik gewoon dat het mijn ronden waren. Wat is dan je tactiek bij zo iemand? Weet je, dat voel je pas die eerste die ronde. Dan moet je even doorkomen, moet je even aftasten. En dan weet je wel, oké, wat kan ik wel, wat kan ik niet. Wat doet zij? Is zij iemand die achteruit loopt? Is iemand die voorloopt? Waar moet ik voor oppassen? En zo vorderde dat wel de tweede, derde, vierde, vijfde ronde. En zo kon ik mijn spel daarop aanpassen. Nou ja, en dan pak je weer deze prachtige riem, zeg maar. De vierde keer, eigenlijk de derde keer dat je met succes verdedigt, hè? In de klasse tot 61 kilogram. Ja. Maar wat onderscheidt deze nou weer van die vorige zegen, zeg maar? Wat maakt deze speciaal? Deze belt bedoel je? Nou, het is meer... De 64 kilo klasse is vervallen bij Infusion. En die heb ik hou die titel, maar ik verdedig hem zeg maar niet meer. En zo blijft het gewoon de 61 kilo. Maar sowieso een titel bij een grote organisatie is gewoon zo speciaal. En ik wil hem gewoon zo lang mogelijk blijven verdedigen. En het blijft zo lang mogelijk van mij. Ja. En wat ik ook bedoelde, zeg maar, want je hebt hiervoor ook wereldtitelgevechten gehad. Ja. Wat maakte deze nou nog weer speciaal ten opzichte van anderen? Ik denk omdat we gewoon we hebben natuurlijk een pandemie gehad. We hebben getraind voor eigenlijk waarvoor. Geen wedstrijden. Ik heb natuurlijk een vreselijke knieoperatie gehad. Kruisband? Ja, kruisband gescheurd. Gerevalideerd. En wel weer gevochten uiteraard. Maar nu heb ik gewoon ook niet aan die knie. Dat is gewoon voorbij. En het is gewoon weer een nieuwe fase. En we gaan gewoon weer voor. En dan haalt jouw maatje volgens mij, Dajenka, haalt ook nog de wereldtitel. Hoe vind je dat dan? Ja, dat is gewoon twee Groningse meiden die gewoon twee wereldtitels hier in de pocket hebben. Ja, super trots. Ik ben zo trots op haar. En ik denk dat wij gewoon Nederland en de wereld gewoon nog veel kunnen laten zien. Ja, en dan ook nog voor je eigen publiek. Je hebt trouwens wat met je enkel. Hoe ben je er vanaf gekomen? Nou, ik had al een enkel blessure inderdaad. En daarom is hij ook goed getaped. Maar ja, die adrenaline 10 minuten, voel je er helemaal niks van hoor. Ik ben ongeschonden eruit gekomen. Tuurlijk, het zal echt wel blauwe plekken zijn. Maar nee, dat komt wel goed. En het publiek, Martini Plaza, dat blijft speciaal denk ik. Zo speciaal, ja. Kippenvel, all over the place. Ja, geweldig. En dan ga je binnenkort naar Dubai, geloof ik, hè? Ook weer voor een Infusion wedstrijd. Ja. Dajenka ook. En wat is dat precies? Ook weer eigenlijk hetzelfde als dit, maar dan in Dubai. Maar dan vecht ik niet voor mijn titel. Nou, die heb ik net verdedigd. En het is gewoon een open profpartij. En zij ook. Ja, daar gaan we gewoon voor. Wat gebeurt er met deze trofee eigenlijk? Zeg maar, leg je hem in bed? Misschien gaat hij vannacht naast me slapen. Ja, misschien wel. Ja, hij krijgt een mooi plekje in een bekerkamer. Ja. Geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel.